De Centrale Bank van Suriname heeft haar beleid onder meer erop gericht om de reserves op te bouwen. Naast de gelden uit de buitenlandse lening die bij de bank zijn gestort, is de bank langzamerhand begonnen met het opkrikken van de divisie reserves door onder meer goud aankopen, zegt de governor van de Centrale Bank, Glenn Gersie. Eigenlijk willen wij onze goudexporteurs oproepen om een grotere bijdrage te leveren, zodat we heel veel eerder uit de problemen komen waarin we nu zitten. Dus goud aankopen is één. We hebben af en toe ook gekocht op de valutamarkt. Maar dan heel beperkt, omdat wij niet willen dat die valutamarkt verder in de war raakt. Dus het gaat niet echt bijzonder snel. Want u begrijpt, wanneer je zit in zo'n squeeze en de hele samenleving voelt dat, dan wil iedereen zo snel mogelijk eruit. En wij willen dat natuurlijk ook. Wij zetten ons ook daarvoor in. Maar het is een feit dat onze exportproductie gedropt is. Dat de prijzen op de internationale markt gevallen zijn en dat er nog geen opleving is wat dat betreft. De governor heeft op 6 september een platform ingesteld bestaande uit de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de algemene banken en de vereniging van cambiohouders. Het doel van dit platform is rust en orde te brengen op de valutamarkt. Volgens Gersie heeft dit orgaan al resultaten geboekt. Het platform is van belang omdat de omstandigheden op de valutamarkt niet beïnvloedbaar zijn door de centrale bank alleen. De centrale bank probeert door haar beleid het gedrag van de gemeenschap te beïnvloeden. Misschien zelfs ook het gedrag van de staat. Maar als de gemeenschap consequent een ander gedrag gaat vertonen, zoals we hebben gehad in de afgelopen periode, waarbij er echt gejaagd werd op deviezen, on a daily basis, van moment tot moment. En helaas is dat gevoed geworden door speculatie, door een drang, kapitaalvlucht vanwege onzekerheid of onduidelijkheid, misschien te weinig communicatie, ook vanuit de centrale bank. En geen vertrouwen. Vertrouwen, precies, maar ook dat is beïnvloedbaar, hè? Want wanneer je communiceert met de gemeenschap en informatie verschaft over wat je doet en hoe je de ontwikkelingen in de nabije toekomst ziet, dan verdwijnt een deel van de ongerustheid. Volgens Gersie is het wel zo dat wij als Surinamers een ander gedrag aan de dag moeten leggen wanneer het om valutaverhandeling gaat. Ook het afdwingen van betalingen in valuta moet achterwege gelaten worden. Hij haalt als voorbeelden aan het betalen van huishuur in valuta en bedrijven die auto's in vreemde valuta verkopen. Deze handelingen treffen de gehele samenleving, omdat ze een negatieve invloed hebben op de wisselkoers. Aldus centrale bank governor Glenn Gersie.